De buurtstraat in Maldegem. In tegenstelling tot veel andere straten binnen de bebouwde kom, mag je hier 70 km per uur rijden. Maar voor veel automobilisten volstaat die toegelaten snelheid niet. De snelheidslimiet wordt hier op regelmatige basis overschreden. En daar wil Maldegem nu paal en perk aan stellen. Dat is een doorzaartstraat naar het centrum van Maldegem, in feite naar de Noordstraat. Maar het is ook een verbindingsweg voor de expressweg. Vandaar, het is een beetje een sluipweg geworden. En wij gaan alles doen om toch het verkeer een beetje te verminderen en te belemmeren naar snelheid toe. Maldegem wil de toegelaten snelheid in de buurtstraat van 70 km per uur naar 50 km per uur brengen. En daarvoor moeten er een aantal beleidingswerken worden uitgevoerd, zodat automobilisten gestimuleerd worden om de snelheidslimiet van 50 km per uur te respecteren. Die werken zijn vandaag van start gegaan. Dat is met een volle witte lijn aan de zijkant van de straat. We gaan ook de rijvakken gaan verdelen, zodat er echt een visueel beeld is om toch die rijbaan iets te versmallen. En dan ook de chauffeurs te doen verdragen, zodat niet meer de snelheid toch een klein beetje aangepast wordt. Dat was eigenlijk een volle betonstraat, dus gezegd, zonder markeringen. Dat is ook voor de fietsers, ook voor de automobilisten, een heel gevaarlijke straat voor de inwoners. En voor het uit- en inrijden naar een parking. Het was inderdaad een onveilige situatie hier. De werken in de buurtstraat in Maldegem zijn vandaag gestart en zullen zo'n 2 weken duren. Tijdens de werken moet het verkeer over versmalde rijstroken rijden. Wij gaan ook nog naar verbetering toe, naar de zwakke weggebruikers, ook nog extra oversteekpunten voorzien. Die zullen in de kleur gestoken worden en in rood, zodat het inderdaad wel heel goed opvalt voor de chauffeurs, de bestuurders van de wagens. En ook voor de fietsers om veilig over te steken.